Goedemorgen, donderdag vandaag. Ik heb weer heerlijk geslapen. Ik ben weer wakker gemaakt door de wekker. Dus ik weet niet, ik heb echt geen probleem met het slapen. Ik heb ook geen last van mijn jetlag, dus dat is super fijn. Vandaag de laatste dag eigenlijk in Los Angeles. Of Los Angeles, Las Vegas. Ik las net Los Angeles, vandaar Las Vegas. Morgen vliegen we helaas weer terug naar Nederland. Daar heb ik nog helemaal geen zin in. Ik vind het hier veel te leuk. Vandaag gaan we naar Red Rock Canyon, volgens mij. Dus wij spreken het zo uit en naar Freeman's Way. En dan ja, gaan we daar eens even lekker kijken. Dus ja, leuk dat je deze video hebt aangeklikt en naar mij wilt kijken. En graag gezellig mee. Rijden, maar de weg is afgesloten omdat er een helikopter gecrashed is. Gelukkig niet van een bedrijf, maar nou, nee, gelukkig klinkt een beetje raar, maar iemand die had een helikopter gehuurd en die ging zelf vliegen. Dus dat is er gebeurd, dus we kunnen die weg niet op en nu zijn we gewoon hier een beetje aan het rondrijden. Maar hierachter zie je de Red Rock en als ik deze kant op draai, dan heb je zo heel mooi uitzicht op Las Vegas. We konden dus niet naar de weg waar we eigenlijk heen wilden, dus nu zijn we hier per ongeluk gekomen. Maar zoals je ziet is het hier wel echt heel erg mooi. Heel cool uitzicht hier. Alleen een beetje koud. Van de films en de ziplines hier. Cool.
zijn hier nu een beetje heen en weer aan het lopen. We hebben net aan het eind van de straat geluncht. Dat is wel een lekker broodje. Dat is een vegan broodje met kaas, tomaat en pesto. Ik vond het echt heel erg lekker. En nu lopen we weer naar het bekende stuk, zou ik zeggen, wat je ook altijd in de field ziet. Dat het net lijkt of je buiten loopt. Dat vind ik wel echt heel erg leuk aan deze. Yeah.
gisteravond nog even naar de flamingo's gelopen. Dus hier zijn ze weer. Vond ik toch wel even leuk om te kijken. En nu ga ik weer op zoek naar mijn vader en Astrid. Barbecue restaurant, volgens mij heet het zo. En nu gaan we nog een keer naar de fonteinshow kijken bij het Bellagio. En dan weer terug naar het hotel. Ik ben ook wel een beetje moe aan het worden nu. Vandaag is het vrijdag en hebben we net ontbeten en ben ik even bij het zwembad gaan kijken. Ik heb daar ook beelden van, die zal ik zo even laten zien. En nu gaan we weer naar huis. Het is alleen echt een hele lange vlucht. We moeten eerst van Las Vegas naar Minneapolis of zoiets. Ik weet niet precies wie dat uitspreekt. En vanaf daar vliegen we naar Amsterdam. En komen we pas op zaterdag aan in Nederland om 1:00 PM. Dus voorlopig zijn we nog eventjes onderweg. Het is nu 10:15. 10:30 gaan we rijden naar het vliegveld en dan gaan we daarheen. Ik heb geen idee in hoeverre ik jullie vandaag mee ga nemen. Als ik aan het raam ga zitten, dan zou ik wat beelden laten zien. Maar ik weet eigenlijk niet meer als afsluiting, denk ik. Maar dus ik wilde alvast eventjes vanaf Las Vegas zeggen bedankt voor het kijken. En ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan eventjes. Zou ik heel erg leuk vinden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer vanuit het Link Hotel. Ajo!